Ruud Gullit kijkt met gemengde gevoelens terug op de prestaties van Oranje tot nu toe. De oud-aanvoerder van het Nederlands elftal is tevreden over het behalen van de kwartfinale, maar vindt dat Oranje in balbezit nog te kort schiet. De Nederlandse voetballers moeten volgens Gullit een voorbeeld nemen aan de spelers van Colombia, die in hetzelfde systeem voetballen, maar meer passes geven. De Braziliaanse bondscoach Scolari heeft de ploegpsycholoog opgeroepen voor een extra sessie met de spelers. Door de druk op het WK barst de een na de andere Braziliaan in tranen uit. Scolari hoopt dat de psycholoog de paniek bij Neymar, keeper Julio César, David Luiz en aanvoerder Thiago Silva kan weghalen. Dit is de nu.nl WK-update bij Veronica. Shakira verzorgt vlak voor de finale op 13 juli een optreden. Ze deed dit eerder in 2006 en 2010. De zangeres zegt een innige band te hebben met voetbal. Ze weet wat het WK betekent voor veel mensen, inclusief haarzelf. Shakira heeft een relatie met de Spaanse voetballer Gerard Piqué.